タオンです。Leuk is. Al die dingen halen, dat schijnt in één keer mogelijk te zijn. Dat is nooit voor elkaar. Er is altijd een paar. Ja, nu gebeurt dat. Ik heb er nou twee. Maar iets lager gaan. Er zat er nog twee beneden of zo. Nou, twee keer netjes. Kijk, de planeet is ook gekomen en nee. Oh, dat was nog niet bij. Here we go! Sanne, dat moet be... Yes, Jess heeft het meestal. Ja, als Jess het niet erg vindt, dan prima. En voor mij mag die. Behind the door. Hego! Nou jongens. Ik doe het bij weg een pit. Jee, we moeten bijna zijn geëindigd. Ja goed, Elzo. Ik zou zeggen, overleg even met Jess of je vanavond kan streamen. Ja, die zat erin. Veel te laat inderdaad. Maar goed. Beter laat dan nooit, zeggen ze vaak. Dag, dag. Komt ie weer. Here we go! Oké. Okay. Dan Jess wou nog een uurtje. Dat is nog geen probleem. Nee, maar wat eigenlijk. Ja, dat ga ik zeker doen. Ik wil eigenlijk... Ja. De 70 sterren ga ik niet halen. Maar misschien... Ja, zal ik gewoon 50 sterren halen en de ster glitch gaan doen? Ik weet, het is cheap. Dan heb je in ieder geval het einde al gezien. Ga ik later wel weer verder met de andere 70 sterren. Nou, ik kan het doen. Ik weet hoe die werkt. Ja, gewoon doen. Oké. Okay. Het is echt heel cheap. Maar het, ja... Ja, goed... Kan ik ook weer wat laten zien en zo. En de sterk glitch komt eraan. Maximale pijn, ja. Geen idee welke ik geklikt heb, maakt het ook niet meer uit. Ik deed er gewoon alles op elkaar. Maar dat werkt niet, hè? Dat is een simpel. Dat die sprong hielp echt wel mee trouwens. Ja, dat ik moet zeggen, als om eerlijk te zijn, ik moet hem nog steeds een keer gaan spelen. Ik ben daar heel eerlijk in. Ik heb niet gespeeld. Houd maar op een nog trouwens. Jee, cheap. Ik doe veel te cheap, dus maakt het eigenlijk niet. No hell, lekker de Endless Stairway. Meteen de vogel doen. Oh, dat was ook deze missie. Mooi. Ik zeg ook niet heel moeilijk. Oei. Dat gaan we niet redden. Dit gaan we niet redden. Nee. En dan doen we een andere manier. Ja, nu wel. Mario. Dat is niet een steen. Het is niet snel, nu moet ik pakken in de USB. Waarschijnlijk. Voor welke consoles komt het eruit? Die zijn niet heel bekend.
van de Max Payne. Nee! Ups. Ja, dat is niet handig. Mamma mia! Oké, ja, dan is het misschien wel een leuke Steam deal. Max Payne dan. Dan denk ik dat ik toch op de PC ga spelen. Backwards. Nou, dat is knap. Waar is die bogen? Waar is die bogen? Ja. Dat ik ga wel hier opwachten. Quadcore, hier moet ik dan nog regelen. Ik heb helaas nog een duurcore, want dit is veel slecht. Een VW videokaart, dat staat ook. En een VRAM, dat is ook niet. Oh, nee, for real? Auwe! Ga toch weg! Laat maar, gaat die vogel nu al? Nooit zoveel problemen mee gehad. Oké, toen had ik ineens geen hoofd meer. Mario, op hem niet aan, oké. Minst belangrijke, veel? Ja, ik weet niet of ik een 4K niet goed genoeg is. Redelijk de HD 5670 of zo. Ja, weet je ook. Ja, 5670. Ik ben echt toe aan een PC-upgrade. Een RAM, dat is geen probleem, dat is van 8GB. Dus dat ga ik wel rennen. Let's go! Dan moet ik die piramide in, dan heb ik er zin in. Vertel het eens, Peter. Kom eens, hey. Check guy! Ik ben hier. Dank je. Ja, oké, dan ben ik op een minus 2-3 jaar oud. Nee, ik heb de mijne gestort, ik heb nog een andere videokaartje ingezet. De videokaart die ik eerst inzet, die was echt... Dat was een 9500 ofzo. Dat is nog echt een moederbord. Dat weet ik, wacht even. Ik heb namelijk de doos nog liggen. Had mijn kabel dat? Waarschijnlijk net niet. Of net wel. De P55 Pro heb ik. Het is een met een. Wat is het? Wat was de. Hey, wat is de. Ja, dat is. Nou. Wat zit er eigenlijk nog in? Want het is leuk dit. Oh, er zit CD en. Oh, ja. Ja, dat zocht ik. De LGA 1156 socket. Dat zocht ik. Ja, dat, ik weet het.
Ik weet het, Elso. Ik weet hoe het precies allemaal zit. Het is het voordeel van werk bij een computerwinkel. Dan weet je dat soort dingen. Nee, ik zocht inderdaad de socket. Ja, aanschok inderdaad. Ik zocht de socket en dat is een 1156. Er zit een i5-650 in, de laatste i5 dual core in die serie. Daar baal ik ervan. Ja, ik ben echt van. Ach, ik doe het gewoon zo. Jee, je kan sterren naar je been. Oh. Zijn jullie trouwens bekend met Proton Jaw? Ik wil het wel weten. Weet jullie wie dat is? Proton Jaw? Oh, apparently. Oh god! Aan de beter kent Proton John niet. Oh, die vent is geniaal. Ik laatst van veel filmpjes voor ze te kijken en nu ben ik weer als een bekende lines ben ik aan het overnemen, is niet goed. Een van de bekendste LP'ers. Ik weet niet of je iets zegt. Het Let's Play gebeuren. Of je er bekend mee bent of wat dan ook. Maar ik vind eigenlijk... Ja, nee, je hoeft hem niet te kennen. Ik vind van wel. Ik vind het echt zo geweldig. Auw! Let's play. Kijk, volgens mij niet echt. Ja, Proton John is eigenlijk eentje die is bekend geworden omdat hij van het spel Super Mario World is een programma uitgebracht waarmee je dus hacks kan maken. Of je eigen levels in ieder geval. Noem ze dan ROM hacks en hij is daar vooral bekend van geworden. Van echt van die ROM hacks spelen en er zitten soms geniale dingen bij. Echt, ik kan me er zo kapot lachen. En hij is onder andere ook onderdeel van de Runaway Guys. Ik weet niet of je die toevallig kent. Met Chica Conroy en Josh Jepsen is dat. Hij is met Nintendo Capri's Son. Een van de twee in ieder geval. Die Proton John is echt, ja, is echt een held. Hij is sowieso een van mijn inspiraties waardoor ik dit überhaupt ben gaan doen. Dus wat dat betreft, praise John. Je ook niet, ja, oké, dan zegt het al genoeg eigenlijk. Dat zijn toch wel de bekendste. Bekendst op YouTube. Ja, ik krijg je ook nog iets als een PewDiePie en zo, maar die, ja, sorry. Sorry, nee, dat vind ik echt niks. Tenneke Pritsen, ja. Dat is ook een van de bekenderen inderdaad. Kijken of ik die sterren eens een keer in een pro-stijl kan halen. Dat is me echt nog nooit gelukt. Dat zou het zijn als die zou lukken. Oeh, so close! Hij wilde. Oké.
Nee, ik heb echt volledige LP's gekeken van veel van die LP's. Total Biscuit, ja, dat is er ook één inderdaad.